Goedemiddag, welkom bij deze extra editie van Joerd. Bij een slim bedrogensongeluk in Makkingeer ben drie mensen omkomen van de morgen. Ze rekken dat het nou liket verst in het Dong-silo. Een vierde slachtoffer is in kritieke toestand naar het UMCG in Grijnsta gebracht. Hij is neffens de politie net onspreekbaar. Bij de plaats on het Boeterheideveld in Makkingeer is verslagjouwer Harm Wijstra. Harm, is er al wat meer zicht op wat er gebeurd is? Ja, dat is vanzelfs de grote vraag van hoe is dit gebeurd, wat is er gebeurd. Helpt sinds een beetje massaal onwijzig geweest. Er wordt een soort onderzoek dienen. Ik ken beter om Paul Heidanus van de politie vragen wat de laatste stand van zaken is. Is er al enig idee wat er gebeurd is hier? Nou, we zijn bezig met het onderzoek. Dat is alles bepalend voor hoe het gegaan is. Eén ding staat vast. Er waren twee mannen bezig met schoonmaakwerkzaamheden in de messilo. En dat is wat ik op dit moment erover kwijt kan. En al het andere komt voor later. De identiteit van de drie slachtoffers en de persoon die weg is geraakt naar het ziekenhuis, is die bekend? Nou, een 42-jarige man uit Nijland, een 29-jarige man uit Jouren, een 26-jarige man hier uit Makkinga, dat is de zoon van de eigenaar. En een man uit Veenhuizen, dat is de zwaargewonde man, die is naar het ziekenhuis gebracht. Wat is zijn toestand? Kritiek, ernstig. Dus we moeten afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Nou, hebben wij visueel kunnen waarnemen dat er een groot gat in de silo is geprobeerd te maken. Dat heeft, begreep ik, de vader nog geprobeerd. Die heeft geprobeerd om met zijn tractor een gat te maken om de mannen uit hun benarde positie te bevrijden. Dat is hem helaas niet gelukt. De brandweer heeft wel een gat kunnen maken in de silo. En door dat gat hebben we de vier mannen naar buiten kunnen krijgen. Drie man helaas overleden en de vierde kritiek naar het ziekenhuis. Nou, was dit een mestsilo? Stond er nog veel mest in? Eigenlijk maar een heel klein laagje mest, dus dat is niet een hele grote factor geweest. Dus die factor kun je uitsluiten bij de doodsoorzaak? Nou, niet helemaal. We moeten natuurlijk wel kijken van is er gasvorming in die messilo ontstaan, wat een oorzaak kan zijn geweest waarom de mannen onwel zijn geworden. Dat is onderdeel van het onderzoek. Ga ik niet op speculeren, maar dat nemen we wel mee. Wanneer verwachten jullie dat het onderzoek rond is? Vandaag? Ja, vandaag zullen we een heel eind zijn, maar de verwachting is dat dat vandaag niet afgerond zal worden. Jonkie Joosteert, de burgemeester van Stellingwerf. Jo, haar mij de familie sprutsen. Een dreig gesprek liet het mij. Ja, dat is natuurlijk een dreig gesprek. De meesten zijn op zichzelf rustig, maar zeer geëmotioneerd. Beseffen nog net helemaal wat er gebeurd is. Maar het is dramatisch. Net alleen voor hem, maar ik voor de oren nijbestingen. En ik voor de meerskip hier in Makkingeer en Stellingwerf. Wat zie je als burgemeester, wat ken je als burgemeester dwan in zo'n situatie? Nou, het belangrijkste is dat je aanwezig bent, dat je bij de meesten kan praten en tonen dat je als, net alleen als burgemeester, maar ik als meerskip, geschokt bent door deze feiten. En we zullen voor jongen, zullen wij voor de meesten in deze omkritten, zullen wij een bijeenkomst organiseren om mijn kwander toch de emoties en de gevoelens te delen. En dat zal voor jongen om 8 uur in Makkingeer plaatsvinden. Is dat bekend op wat voor plak? Ja, in Dwarfshoes. De meesten krijgen nog een brief van uit de gemeente. En ze zijn van harte welkom om daar aanwezig te zijn. Laatste vraag, wat nou? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat de mensen die het troffen heeft, de nabestaanden, mij dit vreselijk ongeluk leven kennen straks, maar dat zal nog een hele tijd worden. Als meerskip kunnen we alleen nog maar bij hun bezen en hun nabestaanden om proberen dit moeilijke tijd terug te komen. Tagelijk bereik je dus de eerste berichten dat er iets net in water wijze zou met de veiligers. Is jou daar wat van bekend? Dat er net een wijze massen die er net wien? Daar is mij verder niks van bekend. En ik denk dat in het onderzoek dat de politie docht, als dat soort dingen aan de orde binnen, dat het wel naar boven komt. Maar ik ken we op dit moment absoluut geen mededeling hoe het was. Harry Oosterman van O, bedankt. Ja, dat is de situatie dus op dit stadium. De politie docht nog volop onderzoek naar het drama wat je joert water is van de morgen in Makkingeer. Oké, Harm Wijstra daar in Makkingeer. Bedankt voor dit moment. Moet Safir, dit is de extra Joerd. Mochten er nieuwe ontwikkelingen in het verhaal in Makkingeer wijzen, dan melden we ons vanzelfs weer. Van nou, bedankt voor het checken.